Ja, en nou weet ik wel wat jullie denken. Jullie denken bij jezelf, wat sta je nou voor dat raam? Wat sta je nou op te wachten? Wat is er iets bijzonders of zo? Wat sta je te kijken? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Het is vandaag vrijdag de 13e. En een week geleden heb ik een nieuwe camera besteld om mee te filmen voor onze camperreizen. En die camera, die wordt vandaag gebracht. Maar dan krijg ik net een berichtje pas eind van de middag. Dus ik zit al de hele dag te wachten. En het is nog een trieste dag ook. Vrijdag de 13e. Kom op hoor, een beetje geluk brengen. Dus let op. Ik laat jullie zo zien wat er gebracht wordt voor camera. Een hele speciale. Nou, daar is die hoor. Let op, daar komt hij aan. Daar is die meneer. Nou, dan gaan we eens even open doen. Goedemiddag man. Wat? Dankjewel hè. Doei. Mijn pakketje. Ja, pakketje. Daar zat ik met smart op te wachten, jongens. Ja. En UPS 7, weet je wat wel grappig is? Nou. No delivery to neighbor. Oh! Kijk, no delivery to neighbor. Nou. Engel is helemaal blij. 1 kilogram. Huh? Nou, gaan we even laten zien. De hele dag maar op de stoel gezeten. De hele dag op de stoel gezeten. Alleen maar naar buiten gekeken. Alleen maar naar buiten gekeken hebben. Kijk. Oh. Ja, dat zijn we misschien net voor. Kijk, hier heb je. Oké. Nou, eens even kijken. 1, 2. Oeh, spannend. Nou, doe gewoon. Oh ja, sorry. Kijk, aan de zijkant kan je het zelf openmaken. Oh, kijk nou eens. Zit niet eens een officieel Apple doosje bij? Ja, dit is het doosje. Zo, dat is mooi verpakt. Zien jullie dat? Helemaal ingepakt in plastic. Dit is het doosje. Dit is tegenwoordig een kleiner doosje. Ja, maar het is helemaal niet het witte met het appeltje. Nee, nee. Nou, dat vind ik niet mooi. Wacht even. Voorzichtig. Ja. Kijk. Daar is hij. Dit is nou de iPhone 12 Pro Max. De Pro Max. En waarom de Pro Max? Die heeft namelijk een ongelofelijke goede camera. En dat moet je nog maar afwachten. Ik was op zoek naar een nieuwe camera om leuke video's te maken. Zoals op camperstrips aan het maken zijn, aan het reizen zijn. Toen hoorde ik dat die 12 uitkwam en die Pro Max die er dan in zat, die had een veel betere camera. En daarom heb ik hiervoor gekozen, omdat of je nou een videocamera hebt of deze meteen bij de hand, dat is gewoon makkelijker. En gaan we de GoPro verkopen? Nee, dat is onzin, want ik ben dit nu met de GoPro aan het opnemen. Maar ik ga jullie nog wel laten zien in een andere video over de verschil tussen deze kwaliteit van de video en de kwaliteit van de GoPro. Nou was het ook eigenlijk niet zo luxe, want ik had de iPhone 6. Niet zo luxe, dit is allemaal luxe. Ja, dit is allemaal luxe. Maar ik had de iPhone 6 en die was echt aan vervanging toe, dus waarom? Nou, gaan we hem openmaken en dat gaat op een hele speciale manier. Let op. Dat is echt weer wat voor mij. Kijk. Oh. En dat is nou het mooie van die doosjes van Apple. Je hoeft dan alleen maar zo te doen. Alsjeblieft, daar is hij. Hoe vinden jullie hem? Dat kan je toch niet zien in de doosje? Let op. Dit is de iPhone. Oh, hij is wel mooi zeg. Wauw. Wat een mooie kleur. Kijk, er zit wel een design bij Apple in Californië. Dit vind ik mooi. Ja, dat is wat mooi. Okay. En nu? Ja, dat is de stickertje. Kijk, dat is dat dingetje. Ja. Okay. Kijk, ik ga het jullie even laten zien. De eerste keer. De ontmaagding van mijn telefoon. Doe normaal. Nou, dat is toch netjes? Gaat het? Dat is toch netjes? Kijk.
Wauw. Een speciaal scherm. Ik denk dat je hem ook moet laden. Ja, dat denk ik ook. Even kijken wat hij doet. Niks. Hij is leeg. Nou, dat is nog waar ook. Hij is echt leeg. Ja, natuurlijk is die leeg. Maar dat is helemaal niet leuk. Kijk, weet je wat mooi is van die telefoons? Kijk. Ja, dat moet je vooral doen. Kijk, en dan valt die kant op, zijn alle drie camera's naar de rat. Ja, het is wel een beschermde lens. Ja, engel. Er zit een LiDAR scanner in, er zit een flits in, er zit een groothoeklens in, er zit een gewone lens in en er zit een... om dichtbij te halen, hoe heet dat? Hoe heet dat ook alweer? Ja. Hoe heet dat als het ver afgaat? Hoe vinden jullie de kleur? Nee. Ik had eerlijk gezegd meer van verwacht. Ja, ik vind zwart mooi. Ja, je hebt een blauwe besteld. Hé, hoe heet het als het ver weg is? Een telelens. Nou, hoe heet het dan als het dichtbij is? Een macrolens. Nou dan. Oh, is een speciale macrolens voor. Kijk, en dan hebben we wel één nadeel, want dit is een USB-C. USB-C kabeltje. Nou, wat houdt dat in? En dit is USB Lightning. En je had altijd USB Lightning naar USB. En dan kon je gewoon de stekker gebruiken om op te laden. Nu niet. Nu heb ik een speciale adapter ervoor nodig. En gelukkig heb ik die. Dus daar ga ik hem even in doen om hem even op te laden. En dan gaan jullie later zien als ik hem aanzet en openmaak en noem maar op. Hé, hey, maar als je nou voor het eerst een iPhone koopt. Hij is wel mooi. Engel, als je nou voor het eerst een iPhone koopt, dan moet je er allemaal nog extra dingen bij kopen. Dan moet je er een extra stekker bij. Ja, want dat is weer typisch Apple. Die is niet compatible met die andere. Dat doen ze uit milieu. Ja, zo kan je het ook verpakken. Ja. Oké, nou gaan we eerst maar opladen, dan kan je weer verder. Ja, oké. Jullie gaan het laten zien, we gaan hem eerst even opladen. Luisteren. Jeetje, mevrouw, wat ben jij goed. In het Nederlands. Hoepatee. Kijk. Landen en regio's. Je kiest Duitsland, schat. Nee, daar stond hij op. Dus ga ik nou gewoon naar Nederland. Oh, wacht even. Ja, ga jij het even doen. Even kijken. Ga ik jou filmen. Oh, wacht even. Die lampen die... Oké. Nou geeft hij aan. Het kan enkele minuten duren om je Apple ID te configureren. Algemene voorwaarden. Ik ga akkoord. Akkoord. Ook meteen eventjes updaten naar 14.2. Ik heb hem eventjes geüpdate. Hij is nu software update. Veeg omhoog om te ontgrendelen. Zo. Nou. Oké. Nou, ik ga er weer even mee stoeien. Ik heb nu de GoPro en de iPhone, de nieuwe iPhone, die ik jullie hier heb laten zien, die heb ik even op de standaard gezet. En daar ben ik nu altijd even gelijk aan het opnemen. Ik zal jullie ook nog even het verschil laten zien van dat ik met de iPhone 6, had ik gisteravond opnames gemaakt, dat ik nog over de bank zat. We zaten van Margriet te kijken, van M, op de televisie. En toen heb ik met de iPhone Max en heb ik het met de iPhone 6 gefilmd en dan kunnen jullie even het verschil zien. Dat laat ik even in één scherm alle twee de beelden zien, dan zie je duidelijk het verschil. Ik denk dat het Noortje is. Noortje is ook zwanger en dat pakje dat is ook met zo'n wijd bovenkantje, dan denk ik je hebt ze goed gedaan. Je hebt echt wel gestudeerd, Theo. Ja, je kan dat. En dan zal ik even daarna zal ik jullie laten zien het verschil tussen de GoPro die nu aan het opnemen is en de iPhone, de nieuwe iPhone 12 Pro Max die ik nu ook aan het opnemen ben. Dat verschil van die beelden kunnen jullie ook zien. Dit is dus onze nieuwe camera waarmee we gaan onze instructies. Dit is de nieuwe camera waar we mee de films gaan maken voor als we aan het camperen zijn. Het is hartstikke makkelijk. Ik hou hem zo in mijn hand. Ik laat hem rusten op mijn pink en ik kan hem zo alles mee laten zien. Dit was eigenlijk de video over mijn nieuwe camera. Jullie hebben het van begin tot het eind bijna gezien. De volgende beelden die jullie gaan zien is dat we dus naar erop uitgaan met de camper weg. En dan maken we die beelden.
Nou, vonden jullie het een leuke video? Duimpje wordt gewaardeerd. Notificatiebelletje mag ook, heel goed. En niet vergeten een reactie achter te laten. Dat vinden we ook altijd leuk. Tot de volgende videovlog.